Goedemiddag en welkom vanaf het Stadmakerscongres. Is dit het programma De publieke interieurs en de elementen van de stad. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er naast alle afzonderlijke ontwikkelingen in de stad, of het nou gaat om Zuidplein, Alexanderknoop, het Grote Visserijplein, overal door de stad heen, ook een aantal thema's te ontwaren zijn waaraan deze losse plekken bewust of onbewust bijdragen. Elementaire zaken. De stad ontwikkelt zich natuurlijk in stenen, in gebouwen, in gebieden. Maar als je vraagt, is het fijn wonen, leven, werken in Rotterdam, dan gaat het om andere waarden. Dan gaat het om cultuur, om natuur, om het water, om de mate waarin je kunt sporten. En over die dingen gaan we het in dit programma hebben. Iets andere bril dus dan op andere plekken op het Stadmakerscongres, waar ontwerpers, architecten en bouwers toch ook kijken naar juist die stenen. Maar dat doen we nu niet. Het komende uur praat ik met onder andere Zico Lopez, Kim Butter, Theo Kemperman, Esther Heemskerk, Christophe Cornille en Ronald van Ombergen. Maar nu eerst hier aan tafel met een gespreksronde over de grote opgaven rondom groen, cultuur en het water. Marco Vermeulen, verbonden aan de Wateratlas, onder andere Cor Geluk, Jurlijk en Geluk. En Wilma Franchimon van de Cultuurcampus. Wilma, ik begin eventjes bij jou. Cultuurcampus, de meeste mensen zullen ervan gehoord hebben afgelopen jaren al, want daar gonst al een tijdje wat omheen. Een belangrijk centrum, mag ik het zo noemen. Onderwijs, onderzoek en cultuur. En publieksactiviteiten, cultuur. Aan de Maashaven. Hè? Ja, Charlo's. Ja, Charlo's hoofd. Ja. Dat is daarbij hebben. Hij van Leeuwen, zeg maar. Eigenlijk als je de fietstunnel uitkomt. Ja. Café Teddy Bear, formerly known as Chenelli, geloof ik. Hè? Ja. Was het eerst. Dan linksaf en dan. En dan is die. Ja. En de grote gele kraan. Wat komt daar precies? Wat is die cultuurcampus toch? Wat daar komt is een ontwikkeling van drie hoger onderwijsinstellingen. Codarts, Willem de Koning, die valt nu nog onder Hogeschool Rotterdam. En de Erasmus Universiteit. En wij zijn nu 7 jaar geleden al begonnen in een samenwerking binnen RESL, heet dat, Rotterdam Arts and Science Lab. En een aantal jaar geleden, toen is er een driemanschap aangesteld door de gemeente. Met Marco Pastors, Theo Kemperman en mijzelf. Om te kijken, kunnen we die campus, gedachten, hoe die dan ook gaat heten, wat verder brengen. Omdat we eigenlijk allemaal willen dat zeker ook kunst en cultuur zichtbaar moet zijn. En ook de kunst en cultuur opleidingen in alle delen van de stad, voor zover mogelijk. Ik kan een voorbeeld geven, Codart zit in West, we zitten in het centrum en we zitten op Zuid, maar in, ja, wat Zuid tussen zeggen, aanhalingstekens, hè? Kralingen van Zuid, zeggen we wel eens. Maar we werken allemaal ook al wel heel veel op Zuid en onze studenten en medewerkers wonen er ook allemaal. Dus de wens om daar te zitten, ook in samenwerking met NPRZ, is al een tijd aanwezig. En wij vinden, als je iets wil gaan vormgeven, dan moet je er zijn. Dan moeten de mensen er zijn. Ja. Zou je jezelf omschrijven als een stadmaker? Ik denk het wel. Ja. Ook. Ja. Marco Vermeulen, eigenaar, architect, studio Marco Vermeulen. En verbonden aan die Wateratlas, ik zei het al even. Vind je jezelf een stadmaker? Zeker, ja. Zeker. Kun je iets vertellen over die Wateratlas? Ja, het is eigenlijk een ontwerpverkenning naar het gebruik van het water. Kijk, en dan met name de Maas. Dus de Maas die ligt daar natuurlijk gewoon prachtig in het centraal in de stad. Daar vindt ook allerlei gebruik plaats. Vooral havenbedrijf gerelateerd, of haven gerelateerd. Steeds meer recreatie gerelateerd. En heel veel activiteiten, ook ligplaatsen en dergelijke, zijn ooit, nou ja, op een plek terechtgekomen, simpelweg omdat daar ruimte was of dat er een gunstig contract was of iets dergelijks. En eigenlijk wat wij nu proberen te doen is opnieuw even uitzoomen en kijken naar die Maas, kijken naar al die lichtplaatsen, kijken, ja, naar het gebruik. Ligt alles eigenlijk nog op de goede plek? Zeker in relatie met wat er op wal gebeurt. Die, ja, stad is ook een ontwikkeling. Daar gebeurt ook van alles. Nou ja, bijvoorbeeld aan de overkant bij de SS Rotterdam. Wat voor gebruik hoort daarbij? Kun je een voorbeeld noemen waar het helemaal uit de pas is gelopen, waar het helemaal niet meer op de goede plek ligt allemaal? Nou, je kunt je bijvoorbeeld, om maar een hele prominente locatie te pakken, de Boompjes. Die wordt nu gebruikt, ja, door. Dan rollen mensen een handdoekje uit. Ja, nou nee, dat is mooi. Ja? Nee, dat is prima. Oh, sorry, vanuit is stedelijk voorbeeld. Gebruik is dat heel mooi. Maar, ja, tegelijkertijd, op datzelfde moment, liggen daar soms 4 rijen dik riviercruises. Ja. En ben je dus het hele contact met het water ben je kwijt. Nou, de vraag is, liggen die riviercruises op dat moment eigenlijk wel op de goede plek?
Daar denken we eigenlijk tot nu toe niet over na. Je merkt dat stedenbouw en planontwikkeling heel erg vanuit het land gebeurt. Mm-hmm. En in deze verkenning draaien Hoe kan dat toch bij een stad als Rotterdam, die zo ongeveer alles aan het water te danken heeft, dat dit nou juist niet lukt? Nou ja, het is op zich wel te verklaren. Het is natuurlijk gewoon een havenstad. Enkele decennia geleden was al het gebruik op het water gewoon haven gerelateerd. En dit moeten we nog ontdekken met elkaar. Wat betekent dit nou eigenlijk? Wat betekent een Central Park in de stad? Ja. Weet je, want dat is het ook. Maar het is ook die snelweg voor die beroepsvaart. Dus dat conflict eigenlijk, die komen tegelijkertijd samen op dat water. Wat beoog je met die wateratlas? Die rivier een veel prominentere plek geven als openbare ruimte in de stad en ook de mogelijkheden daartoe bieden. Ja, voor wie? Vooral voor Rotterdammers, maar ook voor bezoekers die gewoon naar Rotterdam komen. Die nu natuurlijk nu met de pannenkoekenboot echt wel dat rondje kunnen maken. Maar eigenlijk nog nauwelijks via het water, zoals je dat in Venetië hebt. Natuurlijk een hele andere stad. Hè. Daar heb je de Vaporetto, die van de ene plek naar de andere plek ook mensen kan afzetten. Maar neem eens even mee dan. Is het een tool of een instrument voor Rotterdammers om te begrijpen, stel ik wil wat aan of op het water, dat ik die wateratlas kan... Het is in ieder geval om heel veel inzicht te geven in wat er allemaal speelt. Het is namelijk één grote wespennest is het op dit moment. En het is heel ingewikkeld om als initiatiefnemer, om als ondernemer hier iets voor elkaar te krijgen. Omdat vaak ook de gemeente het gewoon simpelweg niet weet hoe de belangen in elkaar zitten. En wie welke rechten heeft en waar. Dus het is enerzijds een visie. Hoe zou die rivier gewoon veel beter kunnen functioneren als stedelijk domein? Mm-hmm. En tegelijkertijd ook een instrumentarium kunnen aanbieden om dat ook echt voor elkaar te krijgen. Ja, Korgeluk, we hebben het over water, we hebben het over cultuur, we hebben het over, ik zei in voorbereiding op dit programma een keer, de zachte kanten van de stad. Toen werd ik gelijk om mijn oren geslagen door Barbara Luns van R. Die zei, dat zijn juist die elementaire zaken. Groen is zo'n elementair thema natuurlijk, waar de afgelopen jaren volop aandacht voor is. Gaat goed toch met groen in Rotterdam? Ja, tot op een zeker niveau gaat het zeker goed. Zeker als je ziet waar het bestuur van onze stad zijn geld in wil gaan stoppen. Ja. Ik denk even aan die Big Seven, grote projecten opgezet. Die gaan allemaal over het groen. Maar het is ook hard nodig. Dus het gaat goed in die zin dat we goede plannen maar aan maken. Maar er is een achterstand in te halen voor deze stad. Absoluut, ja. En een deel van die achterstand wordt ingehaald door prachtige projecten zoals Little Sea, waarmee de architectuurprijs afgelopen jaar ook is gewonnen, waar jij aan bijgedragen hebt. Hè? Ja. Kun je uitleggen wat daar gebeurt en hoe dat zich verhoudt tot die grote groene opgave in een stad als Rotterdam? Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie vraag. Want wij hadden het er net al even over van, kijk, waar zit nou die grote opgave in Rotterdam? En dat zit gedeeltelijk in groot denken, dus grote opgaves formuleren, de hele rivier, infrastructuur, daar zijn we altijd goed in Rotterdam, groot maken. Maar ik denk dat het ook voor een heel groot deel zit in klein denken. Dus heel klein sleutelen, heel verfijnd naar de stad kijken, kan ik iets kleins toevoegen? Maar vind je nou wat jullie bij Little Sea hebben gedaan, een beetje klein vreubelen? Dat is toch niet bepaald? Dat doe je zelf toch tekort mee? Nee, de ontwikkeling als zodanig is helemaal niet klein. Het is een forse ingreep in de stad. Maar de ruimtes en de plekken die we gemaakt hebben zijn wel klein. Het zijn eigenlijk hele kleine pleintjes, kleine stegen, hele fijnmazige structuur. Die eigenlijk een heel ander soort gebruik oproept dan die grootse ruimtes die we hebben. Ja. En daar ontbreekt het in Rotterdam op heel veel. En waarom is dat groen en is die buitenruimte zo belangrijk bij dat gebied? Eigenlijk een hele wijk die jullie daar hebben neergezet. Hè? Nou, ik denk dat sowieso groen, waar je ook woont of werkt, steeds meer een belangrijke rol gaat spelen. Kijk maar even naar de afgelopen 2 jaar hoe we ons aan het ontwikkelen zijn over waar we werken en waar we wonen. Het gaat steeds meer rondom je eigen woonomgeving plaatsvinden. Dus je gaat ook meer eisen stellen aan je directe omgeving. Ja, en dan moet het wel op orde zijn. Als je zo'n ommetje wil maken, je wil eens even naar buiten. Veel meer onderdeel van je leefpatroon dan ik doe het alleen in het weekend of ik loop 's avonds eens even wat. Dus dat permanent gebruik maken van je omgeving. Ja, dat vraagt om een ander soort omgeving dan, je zou kunnen zeggen, een avond- en weekendomgeving. Ja, toch hebben jullie niet, je hebt niet alleen maar dat groen daar aangelegd en die omgeving zo bedacht voor die mensen die daar gaan wonen of werken. Hè. Ik woon op de Matenesdijk iets verderop, maar ik doe een rondje zo Koolhaven en voor mij is het ook een verbetering van mijn leefomgeving. Ja. Wat was voor jullie de reden om als ontwerpteam die stap extra te zetten? Nou, dat is eigenlijk het mooie is dat met ontwikkeling pak je een deel van de stad. Dus een deel van de stad die pak je eigenlijk beter, ga je ontwikkelen.
En het is eigenlijk heel mooi als je binnen zo'n ontwikkeling ook iets kan vinden wat je teruggeeft aan de stad. Nou, in dit geval hebben we eigenlijk de hele strook langs de Koolhaven, wat een trambaan was en een dubbele rijstrook met asfalt, getransformeerd naar een park. Dat is nu een aanleg, wat voor iedereen is. En wat nee, dat snap ik, maar waarom wilde je het doen? Waarom wilden jullie dat doen? Nou, we willen het vooral doen om ook te kijken of je in Rotterdam het binnenstadsgevoel kan oprekken. Het binnenstadsgevoel is heel klein. En als je eigenlijk in staat bent om een soort milieu te maken waar je graag wandelt, fietst, loopt, en dat hechter aan elkaar hecht, dan krijg je een groter gevoel van de binnenstad van Rotterdam. En daar moet het een rol in vervullen. Ja, Wilma, wat is voor jullie, als je dit zo hoort, wat is voor jullie de drive of de ambitie? Niet alleen maar een gebouw daar neerzetten, maar ook dat gebied gaan ontwikkelen of herontwikkelen? Nou, het leuke is wel dat we zijn ooit begonnen met een gebouw. Er werd gesproken over een iconisch gebouw. En eigenlijk was al met de driemanschap zijn we tot de conclusie gekomen samen met de gemeente. He, eigenlijk zijn het vier partners die echt gelijkwaardig met elkaar het gesprek en het project aangaan. Is hebben we al gezegd, we doen het tekort. Je zou bijna kunnen zeggen, het is vooral bedoeld als een iconische gebiedsontwikkeling, want we zitten bij het water. We willen groen hebben, hè, want je wil ook dat de wijk, dat de buurt daarvan profiteert, naast zeg maar de mensen die het van ons gaan bevolken. En als je dat, dus je hebt een aantal fantastische ingrediënten, ook met de plannen die de stad natuurlijk heeft voor al die gebieden. Maar dan degene die ontmoeting, die het contact gaan maken, dat zijn natuurlijk de mensen. Dat zijn de studenten, de medewerkers, maar ook de mensen die op Zuid wonen. Gebeurt daar al, het zou ontzettend arrogant zijn dat als ik zou zeggen, nou, wij gaan naar Zuid, dan gaan we daar even wat doen. Op Zuid gebeurt al zo vreselijk veel. Er is ook echt een heel makersklimaat. Enorme sociale contacten zijn daar. Ik denk dat wij nog heel veel van Zuid gaan leren, andersom. En als we dan in die communicatie geholpen door het feit, hè, als het die locatie dus inderdaad uiteindelijk wordt. Want dat is onzeker nog, begrijp ik. Nou ja, we zijn daar natuurlijk bezig om te kijken. Het is echt wel de wens. Hè. We zetten daar met alle krachten die Rotterdam eigen is. En dat is natuurlijk fit. En waarom is dat nou de plek voor jullie? Waarom wil je daar zo graag zitten? Nou, omdat die echt ook precies, dan zitten we echt op zo'n verbindende plek. Je ziet de andere kant van Rotterdam. Hè, de Maas is eigenlijk de verbinder, niet de tegensteller die zorgt voor Zuid en Noord, maar de verbinder aan dat water met zeg maar de verbinding naar verder eigenlijk Zuid in van Zuid. We zien Erasmus MC liggen. We zitten op een plek waar we ook bij die Maastunnel en de fietstunnel zitten. Daar kijken we natuurlijk ook naar. Dus en vanuit het uitzicht op het water, het zou nog mooi zijn als we wat in het water kunnen doen. Hè. Alsof het nu nog een zwembad is zonder badmeester. Maar als we straks al die badmeester hebben, dan kijk je op de Erasmusbrug uit, op het andere deel van Rotterdam. Dus het is ook echt fysiek een plek die zou kunnen verbinden. Ja. En dat doen we natuurlijk met de mensen. Want ja, als je de kunsten daar naartoe haalt en ook dat deel van Erasmus, dan komt er natuurlijk ook weer een andere doelgroep daar wonen en werken. Hoewel veel van onze studenten daar al wonen, hoor. Laten we elkaar daar ook niet voor de gek houden. Hey, en wat gaat het doen met de wijk? Kun je daar iets over vertellen? Hoe zorg je nou dat dit ingebed raakt in dat gebied? Nou, ik denk, toen we nog driemanschap hadden, ben ik best wel naar veel wijkbijeenkomsten geweest om het ook te vertellen. Want ik vind, als we daar naartoe gaan, moet je meteen nu al beginnen met contact maken. Mm-hmm. Maar er zitten ook al heel veel partners van ons allen. Wat zeiden ze daar? Zeiden ze, ja, leuk, geweldig. Wat vonden ze ervan? Wisselend. Dus hele enthousiaste reacties tot misschien nog net geen rotte tomaat. Maar daar hou ik ook van. En waar waren die enthousiaste reacties op? Waar werden mensen warm van? Nou, toch dat die kust en cultuur daar naartoe zou komen. De cultuur die we nu brengen. De partners die we al hebben zitten. Dat zou die contacten en dat samenwerken alleen maar versterken als je er ook daadwerkelijk gaat zitten. Ja, en wie stond er met de rotte tomaat klaar?
Nou, er zijn natuurlijk ook wijkbewoners die zeggen van ja, dan komen jullie even aan ons vertellen hoe het moet. Ja, of cultuur brengen hoorde ik jou net en passant even zeggen. Ja. Ja, en ik snap, hè, dat kan best zijn dat je dat natuurlijk in eerste instantie denkt. Maar dat is ligt bij ons, samen met de gemeente, om ervoor te zorgen dat dat beeld niet ontstaat. En daarom willen we eigenlijk al zo snel mogelijk daar naartoe. Niet wachten totdat die plek één keer geëxploiteerd is, maar echt nu al starten met we zijn er. We zijn er nu ook al, hè. Maar dat we dat nog meer naar buiten brengen en die deur steeds verder openzetten. Dat is echt, ja, ik vind dat een eis. Want we gaan daar niet een beetje zendelingetje spelen. Nee. Marco, jullie houden je alle drie bezig met die, laten we het dan eventjes in het programma publieke interieurs noemen. Ja. Doe jij dat nou dankzij alle partijen in de stad of ook wel een beetje ondanks? Nou, kijk, het goede antwoord is in samenwerking met. Ja. Zoveel, en het gebeurt ook, hè? Ja, ja. Dus het zijn enerzijds heel veel publieke partijen, maar ook gewoon heel veel gebruikers. En die gebruikers, die hebben natuurlijk allerlei belangen verworven. Maar die zien ook wel dat die stad aan het verkleuren is, aan het veranderen is. En zien ook wel dat andere plekken veel geschikter zijn. Voor het type gebruik. Ja, nee, wat ik vraag, omdat ik wil weten inderdaad hoe... Sorry. Ga verder. Ja, nou, maar tegelijkertijd, ik bedoel, de belangen die ik net al even voorschets, hè, tussen stad en haven, pak maar even een heel klassiek belang, tussen snelweg en park, hè, want dat zijn eigenlijk de twee smaken die je hebt. Ja, dat zijn, die staan tot nu toe nog vrij ver van elkaar af. En binnen dit project merk je, nou, vinden er niet alleen gesprekken plaats, maar hele concrete acties ook, van hoe kunnen we die rivier misschien beter zoneren, zodat het duidelijker wordt voor iedereen wat waar mag. En op het moment dat die duidelijkheid ontstaat, dan krijg je ook weer ondernemers die daarop inspelen. Die zeggen, oké, als ik dat daar dus mag, dan wil ik mijn activiteit daar wel ontwikkelen. Ja, Cor, want ik zoek een beetje naar wat jij al aan hint. Hè. Hoe verbind je nou die kleine, relatief kleine ontwikkelingen of kleine initiatieven met die grote plannen vanuit de gemeente? Of het kapitaal wat met kruiwagens tegelijkertijd de stad binnengereden wordt? Wat is jouw visie daarop? Ja, dat kan ook heel erg zitten in wat jij zegt. Hè. Dus dat je eigenlijk gewoon plekken pakt en eens even heel rustig focust op wat gaat die plek nou voor de stad betekenen. Niet alles tegelijk. We zijn zelf toevallig aan het studeren op de Parkhaven, een veel besproken voorstel. Waar ook rotte tomaten en lovende kritieken over zijn. Dat hoort bij Rotterdam. Maar daar ligt eigenlijk een kade. En die kade ligt daar, ja, er liggen wel een pannenkoekenboot. Of een grote supermarkt, gaming. Het smerigste hotel van Nederland, geloof ik. En er ligt nog een prachtig Chinees paviljoen. Maar dat ligt er allemaal zomaar een beetje toevallig bij elkaar verzameld. En dan hebben we de Euromast. En wat je eigenlijk meteen ziet, is het ligt er allemaal wel, maar samen doet het niet zoveel. Mm-hmm. Nee. Het is niet dat je die plek gaat bezoeken en gaat denken, nou, ik doe eerst eens dat, of ik ga dan eens dat doen, of ik bezoek de plek. Nee, je gaat gewoon doelgericht naar de Euromast, of doelgericht shoppen bij die supermarkt. Even abzeilen en weer weg. Ja, ja, natuurlijk. Waar wij naar zoeken is, kun je ook plekken maken waar je dat wel gaat doen. Dus dat je als waar de plek als zodanig centraal stelt en dan eisen gaat stellen. Wat doe je dan in het water? Wat doe je op het land? Zou je ook nog eens een keer natuur kunnen toevoegen daar? Want het is wel heel erg hard op die kade. Dus kunnen we die milieu- en duurzaamheidsopgave erin brengen? En kun je er ook nog bouwen? Nou, al die dingen samen, dat is puzzelen. Mm-hmm. Maar dat brengt op kleinere schaal ook kwaliteit in de stad, denk ik. Is dit iets wat ik hoor jou te zeggen in beu en we kunnen? En over wie heb je het dan? Heb je het over nou, als ik die opdracht heb met een paar collega's en we hebben een multidisciplinair team en we gaan daar aan de slag? Of is het de gemeente Rotterdam bij stadsontwikkeling? En over wie hebben we het? Nou, dat is een mooie vraag. Ja, ik denk altijd in we, omdat ik bijna nooit iets alleen bedenk. Dus in het begin bij je eigen groep, bij je ontwerpgroep. Maar in dit geval zit dat heel erg samen met de gemeente natuurlijk, maar ook met de Euromast die daar en de exploitanten van het water. Al die mensen die er die boot hebben. En dus het we, daar denk ik eigenlijk in alle in ondernemers. Ja, maar daar wil ik toch even op doorgaan. Want tijdens dit stadmakerscongres, maar ook later in dit gesprek nog, als er andere mensen aan tafel aanschuiven, hebben we even over de vraag hoe je dat organiseert en wat het voor andere rollen vraagt van die stadmakers, maar bijvoorbeeld ook van mensen die bij de gemeente Rotterdam werken aan de ontwikkeling van de stad of de buitenruimte. Is het niet veel makkelijker om, zoals jullie in zo'n multidisciplinair team, zoals bij Little C, zo'n stuk stad aan te pakken, dan dat je dat vanuit al die silo's, zoals dat dan heette, en ambtelijke kringen, binnen de gemeente Rotterdam probeert klaar te stoven? Ja, dat zou goed kunnen. Maar mag ik zie jou moeilijk kijken?
Nou, ik denk, dat hoor ik hier ook al aan tafel, is, en dat geldt ook zeg maar bij de campers, is dat we hebben een aantal kenmerken gelijk. En dat is maatschappelijk betrokken, en dat is geen loze uitdrukking. Dus, en met lef en experiment en innovatie, maar wel en duurzaam, laten we niet vergissen, dat is ook bij de huidige studentenpopulatie erg aan de hand, is dat we echt in gezamenlijkheid met die stad aan de stad willen werken. En dat zie ik nu op zoveel fronten gebeuren. Want ik ken Little C, ik woon vlakbij Little C. Maar ik woon bij het Lloyd kwartier. Ook voor mij is het een feest. Hè. Er komt straks een stukje park, zo'n parkrand. Maar gewoon om daar al door dat gebied te lopen, dat is gewoon al een feestje. Dus het doet voor mij als inwoner van Rotterdam ook al iets dat verder gaat dan alleen iemand die misschien op 4 hoog in Little C woont. Ja, ja. En Marco, Cor, wat vraagt het van de organisatie? Want daar wilde jij op ingaan. Je bedoelt de organisatie, de gemeente als organisatie? Of nou wat? Ja, maar het lijkt wel soms alsof je die complexe multidisciplinaire aanpak veel makkelijker in een klein projectteam voor elkaar kunt krijgen. Zoals jij dat met Little C gedaan hebt. Dan met al die verschillende bureaus van binnen zo'n ambtelijke organisatie. Of maak het dan te ingewikkeld? Nee, dat heb je nodig. Maar we kunnen wel als, ik noem het dat, bij ons heet het dan een designteam. Kan het ook ontwerpteam noemen. We kunnen vanuit het ontwerpteam wel kracht maken. En we zijn ook in staat om de diverse disciplines die bij de gemeente zitten bij elkaar te brengen. En samen met hun stappen te maken. En die rol kunnen we zeker vervullen. En dat vindt de gemeente ook fijn dat we dat doen. Omdat we veel meer geconcentreerde energie erin kunnen leggen. Ja. En wat ik ook merk is dat de mensen van de gemeente, ambtenaren, daar ook op aangaan. Die vinden dat leuk. Er ontstaat enthousiasme, spirit. Ja. En zijn eigenlijk daardoor ook extra gemotiveerd om mee te gaan in ons team. En dan is echt het we-gevoel, dat betekent dat de ambtenaren ook het gevoel hebben dat die ontwikkeling op die plek goed is. En die gaan daar ook hun ding mee doen. En dat heb je nodig. Marco Vermeulen, neem ons even nog mee. We gaan zo afsluiten dit gesprek. Maar over 10 jaar, hoe verhoudt Rotterdam zich dan idealiter tot dat prachtige water waar we zoveel van hebben? Nou, op een veel natuurlijkere manier dan nu. Toch even concrete voorbeelden, ook spoorweghaven. Ik bedoel, er is zoveel dood water in Rotterdam eigenlijk, waar al decennia lang gewoon niks gebeurt. Dus enerzijds hoop ik dat daar gewoon levendigheid zal ontstaan. En op andere plekken, misschien wel de parkhaven, waar je af en toe denkt van zo, ik zie het water niet eens meer. Hè, dat daar juist ook weer openheid en gewoon zeg maar een relatie met het water gaat ontstaan. Dus het is het is toch eens een balanceren zeg maar tussen de verschillende opties die je hebt, maar gewoon waarin het water op een veel natuurlijkere manier voor de gebruikers van de stad zich voegt in die stad. Ik verheug me er nu al op. Wilma Fransimon, wanneer gaat de cultuurcampus open eigenlijk? Die is eigenlijk al open, maar de echte in 28. Echt? Dat is de harde datum? Nee, de gemeente zegt 29, maar ik zeg 28. Maar dat zal het wel 32 worden. Nou, ja. Echt niet. Goed dat jullie er waren. We gaan het onder andere zo meteen hebben over hoe je dat nou organiseert. Hè? Ook van achter de tekentafel inspraakbijeenkomsten vanuit de gemeente Rotterdam. Maar voor nu veel dank Marco Vermeulen, Wilma Fransimon en Cor Geluk. Dank je wel. We gaan het hebben over integraal programmaontwikkeling in plaats van gewoon ergens een gebouw neerzetten. Hoe doe je dat nou en wat vraagt dat van al die verschillende rollen? Daarover heb ik het met Esther Heemskerk, gemeente Rotterdam, Christophe Cornier, ook gemeente Rotterdam en Ronald van Ombergen, sportbedrijf Rotterdam. Beginnen we laatst. Geen ambtenaren, sportbedrijf Rotterdam, hoe zit dat precies? Nee, wij zijn een zelfstandige BV van de stad Rotterdam. Ja. Wij hebben een aparte CEO. Maar de stad Rotterdam is wel 100% aandeelhouder van het bedrijf. Ja, en dat was niet altijd zo, hè? Want de sportfaciliteiten hoorden ooit gewoon helemaal binnen de gemeente. Waarom is dat veranderd? Nou, 4 jaar geleden hebben we dat uitgevoerd en daarvoor hebben we een plan gemaakt om nog meer sport uit hetzelfde geld te halen. Om te kijken van, nou, hoe kunnen we nou nog meer sport organiseren met de middelen die we nu al hebben.
En daar was het echt voor nodig om los te komen van de stad en dat heel erg te focussen op waar die voorzieningen voor bedoeld zijn en hoe je kan programmeren. En binnen de stad lukte dat moeizaam, was lastig. Dus ja. dat zat heel erg vast in allerlei componenten. En nu is dat veel losser en meer ondernemerschap en meer zichtbaarder ook in de stad. Ja, nou, we gaan het over hebben hoe dat zit in deze casussen, sport en gebruik van de buitenruimte. Esther, we hebben het over integraal werken. We hebben het over publieke interieurs. Hoe houd jij je met die publieke interieurs bezig? Nou ja, dat is een goede vraag om mee te beginnen. Want het heeft iets, een soort abstract iets om zich heen. Voor mij is het publiek interieur echt onderdeel van het dagelijks leven van de bewoner van Rotterdam. Ik werk in de stadswijken op Noord. Maar ja, zowel in de binnenstad als in de stadswijken wonen mensen dicht op elkaar. Compacte bouw, weinig buitenruimte. Ik geloof dat iets van 90% van de woningen in dat gebied appartementen zijn. Nou, in het beste geval heb je een dakterras, maar niet iedereen kan die luxe. Heeft die luxe. Dus het merendeel van de mensen die in de stadswijken wonen. Moeten het ook hebben van de publieke ruimte om hun woning heen. En dat maakt het fundamenteel onderdeel van het dagelijks leven. En daarmee een soort essentieel onderdeel van het werken aan de stad. Ja, maar dat is niet per se altijd zo geweest. Hè? Want het was zo dat je gewoon ook wel eens achter de tekentafel een gebouw ontwierp. En dat opleverde en cessa. Maar inmiddels is het soort logisch dat je nadenkt over die buitenruimte. Ja, nou ja, dat hele integrale denken misschien zit al verpakt in de nieuwe omgevingsvisie die we hebben. Waarin we met 5 perspectieven, we willen niet alleen maar groeien, we willen goede groei hebben. We hebben 5 perspectieven geduid waarvan we zeggen van nou, als je een gezonde stad maakt, een duurzame stad, circulaire stad, inclusieve stad, dan kom je niet weg met bouwen alleen. Dus de manier waarop je bouwt is dan heel relevant. En ja, ruimte is schaars. Dus ja, dat vraagt dat je enorm trefzeker omgaat met de projecten die je in dat stedelijk gebied. Ja, en dat hebben jullie ook geleid om transitie in de manier van werken, waar je nu middenin zit in zo'n transitie. Ik denk dat we daar middenin zitten. Ja. Schets dat eens een beetje. Ja. Nou, dat maakt dat als ze bijvoorbeeld ergens een sporthal willen bouwen, zoals bijvoorbeeld een gymzaal op het Visserijplein, dan is dat niet alleen maar het bouwen van een gymzaal voor een school wat in dat gebied nodig is. Maar dan proberen we te kijken hoe kan dit project bijdragen aan die perspectieven die we, wat heeft de wijk eigenlijk nodig? Om ons heen. En dat maakt dat je niet meer een monofunctioneel gebouw neerzet. En dat dat gebouw in programmatische, ruimtelijke en ik denk sociale zin ook iets bij moet dragen aan die omgeving. Ja, betekent dat ook dat jij dan bij zo'n project met veel meer verschillende bloedgroepen aan tafel zit? Er zaten altijd al veel mensen aan tafel. Nee, maar grinnikte zij. Ja, ja, ja. 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 En het ingewikkelde zit er misschien vooral in de manier waarop we als verschillende, hoe noemde jij dat nou net, silo's, ja. Natuurlijk je eigen werkwijze hebt. Ja, en dat moeten we nu doorbreken. En een gezamenlijke nieuwe werkwijze met financiering die daarbij hoort, denk ik, moeten zoeken. Ja, Christophe Cornelie, veel werkzaam op Rotterdam-Zuid. Ja. We gaan ook een paar voorbeelden aanstippen. Hoe kijk jij naar die publieke interieurs en naar dat met integraal, zoals Esther dat ook noemt, daaraan werken met elkaar? Ja, dat doe ik eigenlijk elke dag natuurlijk. Dat is gewoon mijn vak. Mm-hmm. En dat doe je altijd inderdaad gewoon met een hele groep collega's. Dus dat doe je vooral niet alleen. Hè. Dus doe je met stadsbeheer, ingenieursbureau, weeknetwerkers, gebiedsmanagers. Maar ook vooral met bewoners. Dus we doen het eigenlijk al vanaf dag 1 alleen. Merk je dat de manier hoe we het doen, dat we zoekende zijn hoe dat toch nog kunnen verbeteren. Omdat je soms merkt dat wat we soms opleveren niet altijd is wat de mensen hebben verwacht. Kun je een voorbeeld geven? Wat niet is verwacht. Maar ja, een voorbeeld. Ik had een paar jaar geleden een park in Milnixpark in Tarwewijk. Waar je dan samen met de bewoners iets ging ontwikkelen. Dat wouden ze blijkbaar een moestuin. Dus dan hebben we ook plannen gemaakt om die moestuin waar te maken. En bij de presentatie van het plan
was er opeens heel veel tegenstand in de zaal van willen we helemaal niet, we willen spelen voor onze kinderen. Ja. Ja, dus dan denk ik van, oh, hebben we dan iets verkeerd staan? Is het proces uiteindelijk? Dus dan probeer je te analyseren, wat gaat er niet goed? En je merkt gewoon dat misschien de communicatiemomenten misschien te weinig zijn. Dus een planproces duurt gewoon heel lang. En voor bewoners is dat, die niet in het vak zitten, is het misschien niet zo moeilijk om te volgen. Dus ja, nu is het zoeken van, hoe kunnen we ze toch vanaf dag één, vanaf dat we weten dat we iets gaan doen, ze al betrekken, eigenlijk voordat we het programma van eisen gaan opstellen van een bepaalde plek. Jij zei net toen we een broodje stonden te eten voorafgaand aan het programma, het is eigenlijk opvallend hoe er in coronatijd veel meer interactie met die burger is geweest en met die inwoners dan daarvoor. Maar ja, vroeger, kijk, hoe dat we participatie gaat natuurlijk, je gaat een bepaalde plek in de stad ontwerpen en afhankelijk van de grootte of de bereik ga je die uitnodigen. Ja, op Zuid dan spreek ik voor het gebied waar ik gewerkt heb, daar kwam niet zo heel veel mensen op af. Als je er 10 mensen had, dan mocht je blij zijn. Dat is natuurlijk altijd goed. Maar vaak de mensen die kwamen, waren ook mensen die iets te klagen hadden. Die gewoon... Dus dan had je een gesprek om vaak issues die niet over het plekje gingen, maar over de gekende parkeerdruk of hond uitlaten, zaken. Dus, maar nu proberen we dat digitaal te organiseren. En je merkt gewoon dat er heel veel meer mensen aanhaken om toch hun stem te laten horen. En hoor je ook positieve geluiden, hoor je ook meer een divers geluid. Dus dan krijg je toch meer het beeld van een beetje het beeld van alle Rotterdammers. Ja, je hebt een aantal voorbeelden meegenomen van waar je werkt aan die buitenruimte, Rotterdam-Zuid. En waar ook de behoefte om een gezonde stad te bewerkstelligen. Hè? Dus bij te dragen aan beweging, aan sport, is meegenomen. Kun je daar iets over vertellen? Jazeker. Kijk, soms gebeuren dingen van bovenaf en soms van onderaf. En van bovenaf vanuit de gebiedsontwikkeling is een heel mooi voorbeeldje is de Rondje Stadion Park. Vanuit de gebiedsvisie Stadion Park in IJsselmonde. Daar is de bedoeling dat bepaalde prachtige gebieden van IJsselmonde, Park Twee Heuvels, het eiland van Brien-Noord, Sportcampus, de Kuip en de veranda met elkaar verbonden worden. Ja. Door een dat eiland van Brien-Noord, wat een soort verstopt lag achter allemaal garages. Daar kon je bijna niet komen. Hè? Dan moest je altijd op Google Maps kijken van waar moet ik nou tussendoor om er terecht te komen. Ja, klopt. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een extra brug gemaakt om die verbinding te maken richting Park Twee Heuvels. En je ziet gewoon dat mensen gewoon echt nu naar buiten komen. Gaan sporten, gaan bootcampen. Zelfs overdag ouderen die gaan met hun rollator gewoon door het park in. Je ziet gewoon dat het een levende plek wordt. En ja, die visie was er. Maar op bepaalde plekken, bijvoorbeeld met de participatie met de Park Twee Heuvels, zijn tot uiting gekomen dat op bepaalde plekken iets meer aandacht behoefden. En bijvoorbeeld het skatepark in Park Twee Heuvels is opgewaardeerd. Er zijn een aantal speelplekken toegevoegd. Dus aan die route worden ook gewoon extra plekken, informele plekken gemaakt om te spelen en te verblijven. En zo proberen we verbindingen te maken, om bewoners uit te nodigen, aantrekkelijk klimaat te creëren, zodat ze gewoon echt gaan bewegen en plezier beleven aan Rotterdam, aan hun omgeving. Ja, Ronald, hoe zit dat nou voor van jou vanuit het sportbedrijf? Ja. Zij moeten ineens allemaal andere dingen gaan doen. Esther zegt, je kunt niet meer gewoon een sporthal of een gebouw neerzetten. Dan moet je tegelijkertijd aan het klimaatadaptief karakter van de omgeving denken. Je moet eigenlijk met jeugdzorg bezig zijn. Je moet sociaal domein. Hoe zit dat voor jou? Ja, dat is ook zo. Dat zijn natuurlijk de gebruikers van die voorzieningen. Dus heel veel onderwijs zit er in voorzieningen. En voorzieningen bedoel ik mee een sporthal of een gymzaal. Soms liggen ze heel erg versnipperd en kun je ze ook samenvoegen. In Overschie doen we dat nu. Dan maken we van 4 oude gymzalen, komt straks 1 mooie nieuwe sporthal. Dus dat zijn allemaal ideeën die natuurlijk ook vanuit duurzaam en wat kun je nog meer daardoor organiseren. Dus er zitten ook een aantal logische componenten in die je dan kan organiseren. Bijvoorbeeld, sport leent zich ook bijvoorbeeld heel goed om dagopvang bij Van Paamaier bijvoorbeeld te organiseren. Je kan langs een sporthal ook iets maken waar zij dagopvang doen en dat er s'avonds weer een andere activiteit in plaatsvindt. Tegelijkertijd is het niet jullie core business natuurlijk helemaal. Als een soort afgesplitste BV noemde jij het zelfs. Mm-hmm. Hè? Van de, ja. Hoe wordt dit dan toch? Waar zit dat tenminste dat jullie dat toch doen? Nou, onze missie is iedereen in beweging krijgen. Hè? Want 60% in Rotterdam sport. Dus dat is echt weinig, 1 keer per week. En dat willen we omhoog krikken. En dat is onze missie. Tegelijkertijd hebben we ook een gezonde exploitatie aan de achterkant hangen. Hè? Dus het gaat ook om echt daadwerkelijk zorgen dat je omzet... Mag niet te veel geld kosten bedoel je? Ja, juist wel. We zorgen juist voor, omdat we maatschappelijk ook zijn, dat we heel veel stoppen in onderzoek naar wat maakt dat mensen nou wel of niet bewegen. Het park wat jij net noemt, dat vinden we een heel interessant park. Hè? En juist ook omdat daar nu factoren en elementen in zitten, waardoor het aantrekkelijker wordt om te gaan bewegen. Ze hoeven niet per se bij ons te komen bewegen. Dat mag ook gewoon lekker in de openbare ruimte.
En dat is denk ik heel belangrijk. Dat, ook een, je kan zomaar een gebouw neerzetten, maar wat jij zegt van joh, ik denk er ook over na om het te combineren met andere functies. We denken aan de buitenkant van het gebouw, daar kan je misschien op klimmen. Op een gebouw zit een dak, daar kan je misschien wel iets op neerleggen waar je op kan sporten of bewegen. Nou ja, er wordt heel anders nagedacht nu over de inrichting van de stad. En dat, ja, dat vinden wij heel erg goed. We denken er zelf ook over na. Wij hebben bijvoorbeeld Sporthal Kralingen, een oude sporthal. Hebben we gerefurbished. Ja, er moest behoorlijk wat geld in. Maar dat ding is nu bijna duurzaam. Dus bijna energie-neutraal. Mm-hmm. En waarom doen we dat? Omdat dat ook een gezonde stad is. Hè? Dus dat, daarmee werk je ook aan de gezondheid van de stad. En zo proberen we ook gymzalen. We hebben er meer dan 100. Elk jaar gaan we er eentje innovatief neerzetten. Dus de een is urban. Athletic skill model hebben we. We hebben er eentje met een compleet digitaal systeem erin. Ja, ook alleen maar om gewoon te vernieuwen en opnieuw te kijken. Ja, wat kun je er doen? Verduurzamen, op andere manier verwarmen. Elementverwarming erin. Ja, dat vraagt deze tijd ook om daar heel anders naar te gaan kijken. Ja, en hoe zorg je dan dat dat ook te maken heeft met de behoefte die daar lokaal is? Dus dat jij niet achter het bureau met je collega's bedenkt, nou, doen we de digitale sporthal, doen we daar en die doen... Nee, sterker nog, dat doen we heel gericht. Dus wij hebben een club sportregie. De sportregisseurs bij ons die maken wijkanalyses. En die weten gewoon binnen een wijk welk type mensen er wonen. En ook hoe die behoefte in elkaar steekt. Dus die kunnen ook met sportondernemers, niet alleen met ons, maar ook met ondernemers, kunnen zij het gesprek aangaan. Om te zeggen, nou ja, deze mensen wonen hier en de behoefte ligt daar. We zien dat ze niet bewegen, maar de kans is erg groot dat ze dit nodig hebben, hè, vanuit de marketing, om die beweging te organiseren. Hè. Dus het is niet alleen het gebouw, ook de programmering erin. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat hoor ik jullie eigenlijk ook wel zeggen. Ja. Dus waar jullie heel erg gaan over de gebouw en de inrichting, denken wij daarnaast ook na over de programmering. Soms kan een sportclub wat, soms kan een fysiotherapie wat, soms is er een kleine ondernemer die iets kan. Ja, en die, daar gaan we dan mee kijken, hoe kun je dat vergroten? Hoe kun je zorgen dat nog meer mensen dan in beweging wat is komen? Nou, wat maakt nou dat zoiets lukt of niet lukt? Dus in de manier waarop je dat organiseert, met al die verschillende bloedgroepen in zo'n proces. Wanneer lukt het wel en wanneer lukt het niet? Dat is toch een beetje waar men naar zoekt. Ja, nou, ik denk dat het goed lukt op een moment dat er tempo in zit. En dat hoorde ik jou net ook zeggen. Het zijn soms lange processen die natuurlijk... Je zei al, het duurt natuurlijk lang. Volgens mij moeten we dat ook gewoon niet accepteren, dat dingen heel lang duren. Ik bedoel, je kan sommige dingen ook gewoon snel doen. Ik heb wel eens de flitsvergunningen geïntroduceerd. Hè, snel vergunningen afleveren. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Nadenken ook, waarom duurt iets heel erg lang? Kan het niet sneller? En ook heel erg laten zien wat er is. Want er is zo onwijs veel wat er wel is gelukt. Dat vind ik ook een heel belangrijk element. Rotterdammers voelen zich Rotterdammer. Dat is echt een waanzinnig marketingding ook. Dus je krijgt zo ontzettend veel gedaan omdat mensen zich Rotterdammer voelen. Iedereen voelt zich Rotterdammer. Ja. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke... Als dat matcht met het product wat je aanlevert... Daar zit denk ik een heel belangrijke sleutel ook. Esther, heeft hij makkelijk praten? Dingen hoeven helemaal niet lang te duren. Je kan het gewoon snel regelen. Nou, ik vind absoluut dat een vergunning snel zou moeten kunnen. Maar ik denk ook tegelijkertijd dat je ervoor moet waken dat je niet voorbij gaat aan dat gesprek over wat zou dat project nou eigenlijk voor bijdrage kunnen leveren aan die omgeving. Dus ja, daar moet je wel denk ik een beetje tijd voor nemen om daarna dus een die trefzekere ingreep te kunnen doen. Ja. Ja, nou wat me verbaasde tijdens het congres, sprak de openingsbijeenkomst met hoofdstedenbouwkundige Matthijs van Ruiven. En die schetst een ontzettende complexiteit van vraagstukken. Waarbij allerlei verschillende mensen aan tafel moeten zitten en meedenken. En tegelijkertijd een ontzettende snelheid waarmee dat allemaal moet gebeuren. Ja. Ja. Er wordt veel gevraagd van jullie daarin, Christophe. Hoe dat te doen? Ja... Het is gewoon normaal. Het is gewoon je werk. Het is gewoon ons vak. En daar moeten we gewoon leren mee omgaan. Maar om even toch een voorbeeld aan te dragen van hoe het inderdaad sneller zou kunnen. Hè. Dus heb je de plek in de Mijnschereplein. Daar hebben we nu gaan we het Mijnschereplein helemaal renoveren. Of opnieuw errichten. En hebben we nu gewoon tijdelijke sporttoestellen neergezet. Om tijdens om de plek al te kijken of het werkt of niet. En die sporttoestellen zijn er gekomen. Ook omdat de bewoners het echt wilden. Dus het eerste opnieuw hebben we niet... Als het plan klaar was, naar de bewoners geweest. Maar we hebben vooraf gezegd, we gaan iets doen. We weten nog niet wat. Wat wilt u? Dat was één. Twee hebben gemeentepeiler uitgezet. Dus een online enquête van wat spreekt het meest aan op deze plek. Daar is sport naar voren gekomen. Dus in samenwerking met Studio Klinkenberg is
tijdelijk elementen ontworpen onder die metrobaan. Het is een soort link al tussen die twee plekken die we willen verbinden. En je ziet gewoon dat het gewoon echt werkt. Er is zelfs iemand uit de wijk die dan nu bootcamps organiseert. Ja. Vroeger was het gewoon een plek waar Bulgaren gewoon dronken op een bankje zaten. Dus de politie was een beetje argwanend. Maar nu zien ze dat het gewoon werkt, dat het een soort sociale veiling. Dus daar zitten daar, die zijn nu push-ups aan het doen en ja, rondjes aan het rennen. Ja, het is zelfs zo dat de bewoners gaan zelfs afvalzakken hangen om hun afval erin te kunnen gooien. Ze hangen pamfletten op van de eigen dingen die ze organiseren. Dus het is echt een plek die gaat leven. En het leuke is dat we nu met collega's die plek nu aan het ontwerpen zijn en dat ze die plek echt ook zo erg dat er ook echt sporttoestellen gaan komen. Dus eigenlijk wat het geïntroduceerd is, gaat uiteindelijk in het echte plan ook komen. Dus ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Ja, zeker. En het is er ook af en toe wel druk hoor. Zelfs 's morgens zie je daar mensen in beweging die daar lekker hun ding doen. Het is echt mooi om te zien. Ja. Ja. Hey, we komen bijna aan het einde van dit onderdeel. Ik wil nog eventjes wat lessen of opdrachten voor hoe kan Rotterdam die gebiedsontwikkeling met betrekking tot sport, buitenruimte, die integrale aanpak nog beter doen, Esther? Nou, aanhakend ook op die complexiteit die je hiervoor benoemd. Ik denk ook niet dat je met elk project wereldvrede moet proberen op te lossen. Dus juist kijken van op wat voor manier kan dit project bijdragen aan die omgeving. Als je daar heel een precies antwoord op kunt geven, dan gaat die hele wijk dat voelen. En dat motiveert denk ik ook ontzettend voor alle mensen die eraan werken. Of je ongeacht wat je achtergrond of welke discipline je vertegenwoordigt, dan vind je elkaar in dat gezamenlijke doel. Ronald, opdracht voor Rotterdam? Nou, ik zou ook zeggen, kijk heel goed waar mensen... Hè, er zijn natuurlijk een ontzettend breed gezelschap wat werkt aan zo'n plan. Dus kijk ook heel goed wat kunnen ontwikkelaars, wat kunnen bouwers... wat kunnen die allemaal betekenen? Hè? Daar moet het geld worden verdiend. Hè? Dus die moeten ook enorme risico's nemen. Maar die kunnen misschien soms ook helpen om dingen te versnellen. En verder, ik ben zelf ook heel trots op Rotterdam. Dus jullie doen fantastisch werk. Christophe, nog een belangrijke les om mee te nemen? Ja, we moeten vooral ook gewoon blijven experimenteren. Dus we hebben inderdaad die omgevingsvisie, die moeten we omarmen. En gewoon kijken hoe dat we anders kunnen omgaan met de stad maken. En dan gaan we misschien weer nieuwe dingen leren. En dan kunnen we in de volgende stadsmakerscongres daarover hebben. Ja, doen we zeker. En dan weer met een bomvolle zaal natuurlijk hier gewoon. Heel graag. Christophe Cornier, Ronald van Ombergen en Esther Heemskerk. Dankjewel. Hoe voer je het gesprek over het stadmaken met elkaar, met de gemeente Rotterdam, met ontwerpers, architecten, met kleine stadmakers, grote stadmakers? Daarover ga ik het hier hebben met Sico Lopez, architect, podcastmaker, klimaatdeskundige, special coach. Je mag me zo nog helemaal gaan corrigeren als ik ernaast zit hoor. Kim Butter, onder andere Save het Museum Park. En Theo Kemperman, directeur van de Bibliotheek Rotterdam. Door de hele stad heen gevestigd, moet ik daar voor de volledigheid bij zeggen. Zie ik ook, zegt niet helemaal goed, begrijp ik. Je zit een beetje zo, ik bedrijf heet Special Code. En de rest doe ik daaronder. Ja, dat is de juiste. Maar die rollen neem je aan, hè? Je houdt je bezig met duurzaamheid. Je rapporteert in podcasts die je maakt. En architect. Ja, precies. Ja. Nou, ik ben architect. En al die dingen vallen eigenlijk, zeg maar, dat zie ik, valt voor mij allemaal, zeg maar, binnen het vak architectuur. Ja. En dat is de manier waarop wij, zeg maar, architectuur beleven, ook in de stad. Ja, jij zegt dat, maar voor heel veel mensen is dat niet per se het vak architectuur. Is het vak architectuur om iets te ontwerpen en dat ergens te realiseren? Klopt. En waarom kies jij ervoor om dat anders te doen? Omdat ik vind dat architectuur, zeg maar, over de mens gaat. En daarin praten wij, zeg maar, heel veel over de extrinsieke waarden, zeg maar, de stenen, het gebouw, het object. En daarin worden veelal gesproken over mensen. Mm-hmm. En dan met name, zeg maar, mensen die daar gaan wonen, nieuwe mensen, zeg maar, nieuwe bewoners van bepaalde objecten. Wij zitten middenin een wijk. En daar wordt, zeg maar, op dezelfde manier over gesproken. Met nieuwe ontwikkelingen. Terwijl wij zoiets hebben van, hey, wacht eens even, daar wonen al gewoon heel veel mensen. Dus... Rotterdam-West, doe je dat? Rotterdam-West. Kun je een voorbeeld geven van hoe jij dat gesprek dan voert met de bestaande bewoners en wat dat oplevert en wat ook de stad daarmee zou moeten doen volgens jou?
Kijk, ik woon er zelf ook. Dus dat is voor mij zeg maar een extra pre. En daarin spreek ik gewoon regelmatig mensen die in de wijk en dat soort dingen. Wat ik heel belangrijk vind is voornamelijk ook dat de gemeente en andere instanties ook zeg maar, de lokale krachten weet te vinden. En weet in te zetten ook zeg maar, bij het ontwikkelen van dat soort plannen. En dat bedoel ik niet SEC in een participatierol. Even je mening geven ja, en weer door. Ja. Niet vanuit de participatierol, maar gewoon lokale ontwerpkracht ook wat er ook gewoon zit. Die gewoon de wijk kent en die ook gewoon weet wat er speelt. Weet wat er achter de voordeur speelt. Die de wijk leeft, snap je? Die in zo'n gebied leven. Die juist in de lead zetten om dat soort trajecten te begeleiden. Ja. Ja, Theo Kemperman, directeur van de bibliotheek. Onder andere ook in Rotterdam-West, aan het Grote Visserijplein. Zeker. Daar gevestigd. Ook een relatief nieuwe plek bij Theater Zuidplein. Correct. Samen, best een innovatieve combi is dat geworden. Hè? En het gebouw, een beetje het hart van de Biep in Rotterdam aan de Hoogstraat, gaat op de schop de komende tijd. Zico zegt hier, er wordt er veel over bewoners gepraat en te weinig met. Herken je dat een beetje? Dat zou ik herkennen, waar het niet zo dat wij samen met de stad, de verschillende onderdelen van de stad, met wie wij die bijvoorbeeld die centrale bibliotheek herontwikkelen, echt ook heel intensief gesproken hebben met de stad. De stad op vele manieren hebben kunnen laten betrekken en dat heeft ook heel veel opgeleverd. Dus ja, je zou het niet kunnen doen, maar we hebben het van meet af aan juist belangrijk gevonden om vroeg in het stadium al de gebruiker van de bibliotheek, maar vooral ook de niet-gebruiker van de bibliotheek, te betrekken bij wat zij eigenlijk zouden willen van zo'n vernieuwing. Ja, wat doe jij in een programma over publieke interieurs? Dat is interessant. De bibliotheek is... Is een publiek interieur? Is een hele belangrijke publieke plaats in de stad. Wij zijn ons langzaam aan het ontwikkelen naar wat we ook wel third places noemen. Langzaam, dat gaat in grote stappen. We zijn veel meer een ontmoetingsplek geworden voor eigenlijk iedereen die iets met zichzelf in zijn eigen omgeving, maar ook voor zichzelf in zijn ontwikkeling nodig zou hebben. Om daar plaatsen voor te maken. En dat kan ook alleen maar als je goed weet wat de ander nodig heeft. Dus we zijn eigenlijk altijd in gesprek met onze omgeving, met onze doelgroepen, om te zien hoe wij de Rotterdammers zo goed mogelijk kunnen bedienen. Daar hoort dan bij dat je de plaatsen die je hebt, dat zijn er toch alweer 21 in de stad, dan ook zo goed mogelijk daarop inricht. Dat is redelijk complex, maar dat werkt niet als je dat... Maar geef eens een voorbeeld van, we kennen allemaal het schaakbord, bijvoorbeeld uit de hal, we kennen de debatten die daar gevoerd zijn, we kennen de mensen van diverse pluimage die daar onderdak zoeken, lijkt het wel soms. Ja, is het om te studeren, is het om samen te komen, is het gewoon om een tukje te doen, dat gebeurt ook nog wel eens. Soms valt er iemand in slaapje, dat mag ook. Ja. Maar wat betekent het bijvoorbeeld, om eens even Rotterdam-West, Bospolder, Tussendijk, het Grote Visserijplein, zo'n locatie. Wat is daar, wat maak je daar dan? Wat is dat? Is het een huiskamer? Is het een kinderopvang? Is het een, wat wordt het? Je zegt al deze dingen tegelijkertijd en dat is het ook. Wat je eigenlijk probeert is om zoveel mogelijk in de tijd, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, een flexibel gebouw, een flexibele inrichting te hebben waar op de juiste momenten de doelgroepen zich zo thuis mogelijk voelen. Zodat ze met elkaar onderling, maar ook met andere doelgroepen eventueel in contact kunnen komen. En dat is één, hè, het moet een fijne plek zijn. Het moet een flexibele fijne plek zijn. Maar nog veel belangrijker is denk ik dat je op die fijne plek ook heel flexibel programmeert. Dat je iets organiseert zonder dat het heel erg opvalt, waar zoveel mogelijk doelgroepen gebruik van gaan maken. Dan ga je aan gemeenschappen bouwen, aan communities bouwen. En als die gemeenschappen op een of andere manier niet tevreden zijn, dan komen er meer. Wat je eigenlijk ook wil, is dat ze tevreden zijn, dat doorvertellen en uiteindelijk iets meenemen voor hun ontwikkeling waar ze ook duurzaam iets aan hebben. Je wilt echt op ieder moment in het leven van de Rotterdammer, als die daar behoefte aan heeft, iets kunnen bieden. Als je niet wilt, prima, maar als je die behoefte hebt, dan willen wij ervoor zijn. Met wij bedoel ik heel nadrukkelijk niet alleen de bibliotheek. Dat is inmiddels een samenstelling van ongelooflijk veel partners die op dat platform van de bibliotheek hun ding doen. Mm-hmm. Nou, dat samenspel in een goed ingerichte ruimte kan echt heel veel voor zo'n stad betekenen. Ja. Wat vind jij van zo'n plek, bibliotheek, als alles wat Theo hier schetst, wat het allemaal niet kan zijn? Nou, de bibliotheek vind ik sowieso wel een interessante plek. Alleen vraag ik me wel af zeg maar, hoe de bibliotheek zich verhoudt ten opzichte van de huidige tijd. En dat zie ik ook dan in Bospolder Tussendijk aan het Grote Visserijplein. Nou ja, dat ondergaat nu een gigantische transformatie. En dan daarin rijst wel gelijk de vraag van oké, maar hoe gaan we dat inrichten voor de toekomst en voor de jongeren om het ook aantrekkelijk te maken. Want ik merk wel dat er wel mensen samenkomen daar rondom de bibliotheek. Maar dan meer rondom zeg maar, de multifunctionele ruimte wat aan de bibliotheek kleeft.
en de bibliotheek zelf niet zo wordt gebruikt als zijnde van een ontmoetingsplek. Mm-hmm. En daarin is er nog zeg maar, heel veel werk te doen. Zeg maar, heel veel ontwerpkracht moet ingezet worden, vanuit de wijk ook, om de nieuwe bibliotheek of al dan niet de nieuwe buurthuis, om die vorm te geven. Want even over die plek, het grote visserijplein, om uit het hart van de wijk waar jij woont en werkt erbij te pakken. Wat gaat daar gebeuren en wat zijn jouw voornaamste zorgen bijvoorbeeld daar? Wat er gaat gebeuren is dat er zijn nieuwe ontwikkelingen. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Maar er is zeg maar, er speelt heel veel rondom het plein, maar ook zeg maar, heel de wijk. En daarin merk je ook wel dat de informatiestroom ook wel zeg maar, achterblijft. Want er wordt heel veel gesproken over de Groot Visserijplein, er speelt heel veel. Maar als je de bewoner zelf spreekt en vraagt wat komt er, dan is er een... Gaat de markt weg? Huh? Ja, dat is wat je krijgt. Ja. Gaat de markt weg? Wat gaat er met de markt gebeuren? De markt moet blijven. Wie gaat het doen? Er is heel veel onduidelijkheid. En terwijl het ook wel al heel lang speelt. Kijk, dan zijn er ook wel mensen binnen de wijk zoals ik... die dan her en der nog wel wat opvang. Mm-hmm. Maar het gros van de mensen die daar straks mee te maken gaat krijgen... Ja. Ik introduceerde de opening van het Stadmakerscongres eventjes met... Er wordt ontzettend veel kapitaal in die stad gepompt. En het is een beetje de vraag wat we daarmee doen als stad. Komt het op de goede plekken terecht? Heb jij het gevoel dat Bospolder-Tussendijk het ten prooi aan het vallen is... aan die kapitaalstromen? Ja. Hoe manifesteert zich dat in de eerste plaats? Je ziet sowieso heel veel nieuwe bouwontwikkelingen. Heel veel nieuwe bouwblokken worden neergezet. Met een prijskategorie waar de meeste mensen uit Bospolder-Tussendijk dat niet zo kunnen betalen. Waardoor het betekent dat de rest van de wijk ook gewoon qua huurprijs en qua waarde op stijgt. Tuurlijk is het zeg maar vanuit de helikopterview is het altijd perfect. Als je ziet van oké, de waarde van de wijk stijgt. Maar de mensen, als je het zeg maar echt op een gegeven moment daalt en op ooghoogte gaat kijken van oké, hoe speelt het en hoe verhouden de mensen zich ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen, mm-hmm. is er wederom heel veel verwarring. Er is heel veel verwarring. Overal wordt er gebouwd, overal. Alles staat in de stijgers, maar niemand wordt op de hoogte gesteld. Ja. Of er worden mensen op de hoogte gesteld, maar is het altijd zeg maar, het soort van het select groepje. Ja, Kim, je zit al een hele tijd te luisteren. Dit geldt voor een deel ook voor de plek waar jij mee bezig bent. Een plek heel erg in ontwikkeling, Museumpark. Ja. Daar kom jij veel, daar kwam jij veel. Als student al, Willem de Koning geloof ik, hè? Erasmus. Ja, excuses. en op een gegeven moment dacht je, ik moet iets met die ontwikkeling. Ja, klopt. Kun je dat eens uitleggen? Ik was met een vriend van mij, hij doet architectuur. En we zagen het depot kwam langzaam in ontwikkeling. En wij zaten daar op ons favoriete plein en wij dachten... misschien moeten we maar eens naar die plannen gaan kijken. Want dit kan best wel slecht nieuws betekenen. Nee, ik moet het goed zeggen, want eigenlijk waren wij heel enthousiast. Wij dachten, als hier ontwikkeld gaat worden, kunnen wij misschien ook wat bijdragen. Als skateboarders. En... Want wij hebben vaak wat dingen gezien in bijvoorbeeld Malmö, in Scandinavië en in Bordeaux. Daar worden hele mooie dingen samen met de skateboarders gemaakt, waardoor architectuur multifunctioneel kan worden ingezet. En wij dachten, als dit nou op de schops gaat, misschien kunnen wij hier iets, ja, een idee aanbrengen. En toen, je pakte de telefoon, je dacht, ik bel eens even iemand. Nee, ik googelde eigenlijk. Ja, ja, precies. Waar kwam je toen uit? Wat gebeurde er? Ik wist niet zo goed wie ik moest bellen. Dat was natuurlijk het eerste probleem. 14.010. En dan, wat? Ja, dat is dat informatienummer. Als er een vuilniszak voor je deur ligt, kun je dat bellen. Maar als je een parkeerboete bezwaar wil maken. Maar dat is toch weer het nummer waarop de gemeente Rotterdam bereikbaar is. Maar goed, dat deed je niet. Ja. Nee. Ja, en toen hebben we daarin gekeken. Toen bleek eigenlijk dat het hele plan al klaar lag. En wij schrokken daar heel erg van. Want wij waren daar helemaal niet in meegenomen. Terwijl ik daar wel dagelijks ben gekomen. En ik denk ook veel Rotterdammers hebben daar veel herinneringen aan het plein. Omdat ze daar zijn gaan sporten. Of ze vandaag hoorde ik ook omdat hun kinderen daar hebben leren fietsen. Of omdat ze daar via de musea langs zijn gelopen. Mm-hmm. Maar geen van ons was daar van op de hoogte gesteld van dat het plan al helemaal zwart op wit klaar stond. Ja, dat had kunnen gebeuren als iemand jullie had onderkend als een soort normale bewoners daar of zo? Wat? Ja, ik denk dat zij dan het woord stakeholders noemen. Ja. En wat natuurlijk, ja. En daar vallen wij dan natuurlijk niet onder. En ik denk dat in de stadsontwikkeling soms vergeten wordt. Dat als je vanaf je bureau inderdaad, kun je heel makkelijk kapitaalstromen na
gaan. Of je kunt museumbezoekers achterhalen omdat zij hun geld uitgeven. Die tickets kun je tellen. Ja. Maar wij halen niet, wij planten geen geld door. Jullie zijn dus informele bezoekers, ja, bewoners, precies, van die plek. Ja. En nog erger, omdat wij skateboarders zijn. Wij hebben geen vereniging. En de longboarders ook niet, de rollerschaters ook niet. En de jongeren die daar muziek luisteren, die zijn ook niet verenigd. Ja. Dus wat ben je gaan doen? Want je kwam erachter. Mm-hmm. Je dacht van, oh, hè, wat, er ligt al een plan. Wat gek. Ik heb daar wel wat ideeën over. Toen ben je jezelf er een beetje soort van tussen gaan wurmen, toch? We hebben een poging toe gedaan om daar wel nog wat invloed op uit te oefenen. Hoe is dat gegaan? Kun je dat vertellen? Ik zag de plannen en ik zag inderdaad een groen grasveld. En ik dacht, ik lag in mijn bed en ik dacht, ik moet hier niks over zeggen. Ik ben bijna aan het afstuderen. Ik moet dit gewoon even laten gaan. Dit gaat, ik voel dat al een beetje aankomen. Dit gaat mis voor mij persoonlijk, zeg maar. Omdat ik daar heel veel tijd aan ga kwijt zijn. Maar toen werd ik de volgende dag wakker. En toen heb ik binnen een uur heb ik een petitie eruit geschreven. En een soort essay. En toen had ik binnen een week, denk ik, een paar duizend handtekeningen. Ja. Omdat heel veel mensen het met mij eens waren dat het, ja, dat het plein voor de sporters behouden moest worden. Voor de urban sporters. En toen heb ik een actiegroep opgezet. Waarom wilde je het niet eigenlijk? Je dacht, het kost me te veel energie, het kost me te veel tijd. Nou ja, ik voelde al wel een beetje aankomen dat gaat nooit winnen misschien. Dat, ja, precies. Dat het niet zo, dat het niet was dat ik een bakje koffie ging drinken met iemand en dat het dan de week erna weer geregeld zou zijn. Geregeld was en dat ik weer verder kon met mijn scripties. Wat is er gebeurd met die uiting van dat toch heel veel mensen dat belangrijk vinden? Wij hebben een soort formeel bezoek gehad van een wethouder. En vervolgens waren er een paar politieke partijen die daarop ingespeeld hadden. In eerste instantie gebeurde er niet zoveel. Mm-hmm. Wat ik laatst schijnaanpassingen heb genoemd. Fonteintjes die aan en uit konden gezet konden worden. En de lichten die veranderd konden worden, bijvoorbeeld. Daar wilden wij natuurlijk wel wat meer uithalen. Want als er beetje los geld kreeg je zo te Ja, precies. Als er een grindpad ligt, dan gaan wij daar niet over kunnen skateboarden. Ook al staat er wel licht aan. Heb ik een keer ingesproken bij de raad, bij de commissie BWB. En daarna is het in de raad besproken en er is een geldbedrag vrijgekomen. En we zijn nu nog steeds in gesprek met de ambtenaren. Ja, wat valt hieruit te leren? Hè? Want tijdens het Stadmakerscongres is het, mm-hmm, het credo, we maken de stad samen. Iedereen doet mee, iedereen praat mee vanuit een klein initiatief, groot initiatief. En dat doen we met elkaar. Wat is er te leren uit jouw verhaal? Nou, ik denk dat als we vandaag een soort gedeelte of het patroon wat mij zeg maar opvalt, is dat er niet de projecten die zijn besproken, dat er niet benoemd kan worden wie er benadeeld wordt. En ik vraag me af waarom, ja, misschien is dat een soort van, het is lastig misschien om een fout toe te geven of misschien schaam je je dan daarvoor. Maar als je bijvoorbeeld een groot project ergens in West of op Zuid of in een museumpark uit de grond stampt, of je haalt inderdaad de kruiwagens kapitaal naar binnen, dan lijkt het mij ook belangrijk dat je kunt benoemen wie je daarin zou kunnen benadelen. Ja. En als je dan vervolgens, ja, de kruiwagens kapitaal, natuurlijk denk je dan gelijk aan de lagere klasse, de mensen die in een sociale huurwoning zitten. Waarom worden die dan niet benoemd op het moment dat we hier dan over praten? Ja, en tegelijkertijd is het misschien ook altijd de mensen die doorgaans benadeeld worden, die klimmen gelijk in de telefoon of die gaan klagen. Dat is nou juist wat jij eigenlijk niet voor ogen had, toch? Jij wilde op een constructieve manier meedenken over die stad. Ja, maar dat komt ook omdat ik de tijd heb en de middelen en de ruimte, zeg maar, in mijn hoofd om daar iets voor in te zetten. Maar als je, ja, ik vind niet dat mensen die benaderd worden snel klagen. Alleen zij kunnen misschien niet de juiste ingangen vinden binnen de gemeente. Ja. Of binnen de projecten die gedaan worden. Ja. En er zijn zelfs veel mensen die benaderd worden, maar die daar nooit iets over zouden kunnen zeggen. Omdat zij natuurlijk gewoon 40 of meer dan 40 uur per week werken voor een minimumloon. Of omdat zij alleenstaande ouder zijn. Om eens iets te noemen. Zieke, ja. Wat is er te leren over, hè, aan de ene kant die belofte, iedereen kan stap maken, we doen dit met elkaar. En tegelijkertijd hoef je niet heel erg helder uit je doppen te kijken om in te zien dat het toch een bepaald select groepje is wat zich tegen de materie aanbemoeit. Hoe kan dat beter? Hoe kan dat inclusiever? Hoe kan dat proces beter vormgegeven worden? Nou, dat is een goed verhaal wat
wat Kim zo net vertelde. Maar je moet eigenlijk op zoek gaan naar die lokale ontwerpkracht die echt in contact staat met de gebruiker, zeg maar, de bestaande gebruiker van de openbare ruimte. En daarin moeten zij gemobiliseerd worden om het traject te gaan draaien. Want ontwerpkracht, wat al binnen zeg maar, zo'n omgeving zit, of die in nauw contact staat met bijvoorbeeld een specifieke gebruiker, die kent de waarde van zo'n plek. Die kent ook zeg maar, de identiteit die er gewoon een hoop mensen zeg maar, aan ontlenen. En zij kunnen dat. En zij kennen ook de stad, ze kennen ook het proces van het stadsmaken. Ze kennen ook zeg maar, de complexiteit van hoe dat, zeg maar, al die lagen die je tegenkomt als je stad gaat maken. En laat hen ook zeg maar, de leiding nemen in dat traject. Je weet toch, mobiliseer ze. En ga aan de hand van al dan niet ontwerpend onderzoek, ga dan aan de hand van projecten, laat zij de leiding nemen over een gebied. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van een ondernemer in Delfshaven. Hij vuurt elektrische boten, eikapitein is dat. Hij vuurt elektrische boten en hij heeft een visie voor dat gebied. En daar is hij mee aan de haal gaan. Dat is wel een voorbeeld waar de gemeente wel zeg maar, op heeft geanticipeerd. En hem ook gewoon in de leiding gezet van oké, ontwikkel jij dan maar. Kom jij dan met ideeën om het plan te ontwikkelen? Tuurlijk, ideeën zijn, de gemeente heeft een omgevingsvisie en dat soort dingen. Dus daarin moet dat gefaseerd gebeuren. Maar dat is wel een voorbeeld waarvan ik denk van oké, hij is ondernemer daar. Hij ziet de potentie, hij komt uit de wijk. Hij weet wat er ontbreekt in de wijk. En hij heeft een visie. Stimuleer dat. Laat dat ook gewoon leidend zijn in de vorming van zo'n gebiedsvisie. Ja. En daarin zeg maar, is het skaten is idem. Laat dat benut zeg maar, het gebruik. Benut zeg maar, als we het over de Rotterdammer hebben. Er is geen betere Rotterdammer dan iemand die dagelijks gebruik maakt van zo'n openbare plek. Ja. Theo, het begrip stakeholder mag wat opgerekt worden, begrijp ik hier. Dat niet alleen. Zico zegt ook nog, daar is een gigantisch potentieel aanwezig. Exact. Ik ben heel blij met deze verhalen. Ik loop er zelf ook tegen aan. Je bent een grote instelling. Het lijkt wel of je altijd overal aan de tafel zit. Maar dat is gewoon helemaal niet zo. Ik ben er heel tevreden over. We zitten het is heel toch voor jou veel makkelijker om mee te praten over dit soort ontwikkelingen dan... Dat is zo, maar er wordt net genoemd allerlei ontwikkelingen. Het betekent echt niet dat wij daarbij vooraan staan. Integendeel, wij moeten ook gewoon soms wel eens via de band ontdekken dat gebeurt. Er is ook niks ergs mee. Dat is wat je zegt, we hebben eigenlijk wel die ingang. Maar ik vind het ook wel een beetje ernstig dat heel veel partijen niet op voorhand worden uitgenodigd om, als je nou toch samen een stad wil maken waar uiteindelijk iedereen iets aan heeft, of een gebied wilt inrichten waar iedereen uiteindelijk gelukkig wordt, of een gebouw wilt maken waar mogelijk de bibliotheek een rol in speelt, maar iedereen eigenlijk mee kan doen wat hij wil. Dan ga ik toch beginnen met te kijken wie dat dan zijn. Mm-hmm. En je kunt het in negatieve zin benaderen en zeggen, jongens, als je ze niet uitnodigt, ja, kijk maar uit, ze komen toch terug, ze gaan niet weg. Ik zou zeggen, benader nou echt iedereen. Je kunt waarschijnlijk niet alles, maar maak dan samen de keus. En als het dan op een bepaalde plek gewoon echt niet kan of niet wenselijk is, dan bedenk je met elkaar waar het dan wel kan. We hebben net al gehoord, ze moeten al integraal werken. Ze moeten al met al die projectgroepen multidisciplinaire taskforces vormen. En met de duurzaamheidsofficial en met iedereen samenwerken. Dan moet je ook nog al deze stakeholders erbij betrekken. Nou, we hebben ook gehoord dat ze dat heel graag doen. Ja. Dus als nou iedereen op zijn netvlies houdt dat heel belangrijk is dat je dat in een vroeg stadium moet doen, dan komen we volgens mij een heel eind. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we in dat soort gesprekken niet allemaal voor onszelf het onderste uit die kan willen, maar elkaar ook wat dingen gunnen. En gek genoeg, dat is echt niet alleen de gebruiker die dat dan moet gaan doen, maar ook de gemeente, de ambtenaren hebben allemaal, heb ik de indruk en houding, dat ze samen heel veel kunnen betekenen. Als je dan ook echt met elkaar... Heb je het idee dat ze jou wel eens lastig vinden? Als bibliotheekdirecteur, zo van, ja joh, blijf jij nou maar lekker met dat schaakbord en met die boeken en af en toe een programmaatje bezig. Ga je niet te veel tegen die buitenruimte aanlopen bemoeien bijvoorbeeld? Je moet het ze zelf vragen. Ik heb niet de indruk. Volgens mij, en ik ben echt niet de enige als bibliotheek, dus daar werken mij ontzettend veel mensen. En die hebben allemaal wel een rol in dat proces ergens in die wijken om die bibliotheek en die plaats van de bibliotheek en alles wat daar dan in gebeurt in zo'n wijk beter te maken. Ik heb nooit de indruk gehad dat ze ons niet graag zien. Het is wel zo dat het is een complexe stad. We zijn een grote organisatie. We zitten eigenlijk overal. We worden ook heel veel door heel veel partijen overal wel als partner gezien. Ja, je komt ons vaak tegen. Maar ik heb nooit meegemaakt dat ze ons daar dan niet graag zien. Dat zou je aan de mensen zelf moeten vragen. Ja. Kim, komt het nou een beetje naar wens goed voor jullie? Kan er geskate blijven worden of niet? Is het nog ongewis? Misschien dat er wel geskate kan worden. Maar ik vind dat de waarde van Museum Park ligt
op hoe het nu is, in de ruimte die het heeft en eigenlijk dat er niet is ontworpen. Mm-hmm. En met het niet ontwerp en met de leegte wordt bijna niet gediscrimineerd. Dus daar kan iedereen zijn eigen rol elke dag in nemen. En er wordt niet gedicteerd vanuit het ontwerp, zo moet je doen, zo moet je lopen, hier ga je dit doen. Mm-hmm. En daardoor heeft het huidige museumpark heeft zo'n grote waarde voor de stad, omdat iedereen daar de ruimte kan vinden om te doen wat die persoon zou willen. Dus misschien dat er wel gerold kan worden, maar er gaan wel groepen ontstaan die daar niet gebruik van die het gevoel maken. Krijgen door de manier waarop dat vormgegeven is, wij zijn, dit is niet voor ons, wij zijn hier niet welkom. Dat denk ik wel. En ik denk niet dat het alleen een gevoel is, maar dat het ook gewoon de realiteit wordt van mm-hmm. het plein. Want ja, als ik vanuit mezelf kan spreken, ik skateboard natuurlijk, maar ik skateboard minder graag op skatepark Westblaak om de hoek. Omdat het meer een soort arena gevoel geeft. En daar zijn gewoon veel gevorderde mannen die daar aan skateboarden zijn. En op het museumpark is veel meer ruimte waar beginners terecht kunnen, queer personen, vrouwen. Er is minder straatintimidatie door die ruimte, want je kunt toch je eigen plek vinden. En dat bedoel ik met, er gaat inderdaad minder gediscrimineerd worden op het, hoe het nu is. Omdat er gewoon geen ontwerp is waarbij je een soort hiërarchie kan krijgen. Ja, als we nou over een jaar zitten we het Stadmakerscongres of november al 2022, hopelijk corona voor lente, dan zitten we hier met een volle zaal. Wat is er dan geleerd over beter en inclusief, ja sorry ik noem het toch maar meer, maar stad maken met elkaar? Ik persoonlijk? Droom eens eventjes hardop en dan mag je daarna een soort cynische realiteit ernaast plaatsen, maar... Dromen, dat zou ik zeggen van het museumpark dat nog steeds voor skaters is. Dat eigen legd is. Ik ben bang dat er weinig valt te dromen wat dat betreft. Ik denk dat we over een jaar niet zoveel hebben geleerd van dit proces. Want dit is een cultuur wat veranderd moet worden. Mm-hmm. En dat gaat niet, dat gebeurt niet in een jaar tijd. Ah, niet eens. Maar doe dan 5 jaar, 10 jaar. Neem het, en jij mag een beetje druk uitoefenen. Je wordt niet door mij, maar je wordt naar aanleiding van dit gesprek bellen er een paar mensen op. Die zeggen, nee, we zijn er toch wel van geschrokken. Van het verhaal van Kim, maar ook wel van jou. En we willen er eens over doorpraten en doordenken hoe we dat beter kunnen doen. Vanuit stadsontwikkeling of vanuit het college. Of wat zeg je ze dan? Dat ze mij moeten mailen. Ja. En mailen en stuur, maak je een offerte? En dan, nee, eerst het gesprek voeren. Want ik, nou, sowieso vind ik... Kijk, het begint bij mij altijd bij het gesprek. Want de intentie moet altijd wel juist zijn. En de intentie moet er zijn om het echt te willen. En daarin doe ik het niet in mijn eentje. Daarin doe ik het gewoon met ook andere lokale partners. Die ook vanuit hun eigen werkveld een bepaalde ontwerpkracht teweeg kunnen brengen. Of een aantal groepen kunnen mobiliseren. En dat gesprek moet eerst een soort van... moet eerst gevoerd worden dat de intentie daar juist is. Want ik ben al meerdere malen wel benaderd. We zijn meerdere malen benaderd. En dan merk je toch wel dat het gesprek gevoerd wil worden. Maar onder een bepaalde soort van... binnen een bepaalde kaders. En die kaders komen dan wederom van bovenaf. Terwijl wij zoiets hebben van oké, als we het gesprek gaan voeren moet het open zijn. En moeten er ook gewoon kaders van ons komen. Ja. En daarin... want wij... Wie, wat ik zo net zei, wie de plek kent, wie de gebruiker kent, wie daar dichtbij staat en die ook zeg maar, de andere kant kent, die moet daar de leiding in gaan nemen. En de gemeente en ambtenaren of andere, misschien wat grotere instellingen moeten daar dienstbaar voor zijn. En daarin ook de ontwerpkracht ook wel zeg maar, accountable stellen, verantwoordelijk stellen voor de kwaliteit. Want daarmee push je ook en creëer je ook gewoon binnen gemeenschappen creëer je ook gewoon eigenlijk een soort van economie. Ja. Die, Goed dat jullie er waren. Theo Kemper, nog één laatste vraag. De Biep aan de Hoogstraat. Wat gaat er mee gebeuren en wanneer is de nieuwe Biep er al daar? De Biep aan de Hoogstraat die wordt volledig vernieuwd. En, we zitten nu midden in dat proces. In de voorbereiding. Op Zaltgadams vooral weinig praten en veel doen. Dat zijn je nou op z'n Amsterdams? Rotterdam zijn. Oh, ik dacht... Nee, ik wil alleen maar Rotterdam zijn. Ja. Ik woon hier en ik ben trots Rotterdammer. Maar het is wel belangrijk dat je realiseert dat ook dat heel veel tijd kost. Het zit hem vooral... als de mensen zeggen van het kost te veel tijd... dan is ook vaak een gebrek aan communicatie. Moeten mensen ook vertellen waarom het veel tijd kost. Ik denk dat wij...
ergens in 28, 29 een volledig vernieuwde centrale bibliotheek aan de Hoogstraat hebben waar iedereen welkom is. Ja. Kim, dank voor je verhaal. Graag gedaan. En Chico, dank voor je verhaal. Theo, dank voor je verhaal. Groot genoegen. Veel meer van dit soort gesprekken en verhalen zijn er deze hele week tijdens Stadmakerscongres online nog 2021. In 2022, vanaf november 2022 natuurlijk weer gewoon hier in vol theater. Mijn naam is Geert Maarsen. Kijk vooral alle andere afleveringen. Dank voor alle gasten hier aan tafel en tot een volgende keer. Dankjewel.